ですね、それからこれから日本の大使と、まさに必要な国の大使を歴任されておりまして、改めて敬意をしております。Maar heel erg blij om hier te zijn en dank u zeer voor de snelle ontvangst, want ik ben hier nog geen week. Dus ik ben erg blij dat ik belangrijke Japanners voor onze betrekkingen snel kan zien. En uiteraard, als ik daar mag toevoegen, een lid van het parlement, een prominent lid van het parlement, is natuurlijk belangrijk en kun je het nauwelijks krijgen, want zoals bij ons en bij u, voor een democratie zijn leden van het parlement de meest belangrijke mensen in de samenleving. Hij maakt zich erg zorgen over. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat doen veel mensen al veel jaren. Ik heb dus 4 jaar in Iran gezeten, van 2006 tot 2010. In 2006, toen ik kwam, waren onze betrekkingen nog redelijk ontspannen. Konden we met het bedrijfsleven dingen doen in Iran. Pas Ahmadinejad, nog maar 1 jaar president. Maar gaandeweg is de situatie duidelijk verslechterd. En eerlijk gezegd, toen ik vertrok in 2010, mijzelf en collega's, was het heel moeilijk om optimistisch te zijn over een happy ending aan de revolutie die in 1979 begon. Het fundamentele probleem met Iran is dat de fundamenten van de revolutie in 1979 in 30 jaar niet zijn veranderd. De wereld is veranderd, het ijzeren gordijn is gevallen, China is geopend. Maar Iran heeft nog steeds dezelfde basis als 30 jaar geleden. Haat van de VS, haat van Israël en interne repressie. Dat zijn de fundamenten van het regime. Het is zeker dat het gaat om Iran, het revolutie, het handelijke. En ik geloof dat het regime nu in het klassieke dilemma zit,
Ze kunnen niet hervormen, omdat ze dan ten onder zullen gaan. Maar als ze hervormen, zullen ze ook ten onder gaan, dit regime. Dus ze kiezen voor de wortels van de revolutie en gaan voort op de weg van interne repressie en haat van het buitenland. Ze kennen geen ander discours. Dus de Maar het moet mislopen op een dag, want er is een hele jonge, jonge generatie die goed onderwijs heeft gekregen, ambitieus, en die zullen dit systeem op de duur niet meer aanvaarden. Misschien een laatste opmerking, anders spreek ik te veel. Dank u. Anders spreek ik te veel. Over het nucleaire. De Iraniërs zeggen, het is uitsluitend vreedzaam. Wij hebben onze ernstige twijfels. Maar laat ik er dit van zeggen, je hebt heel veel verbeeldingskracht nodig om te geloven dat het vreedzaam is. Dus ik denk zeker dat er verleiding bij de Iraanse leiding er is om een nucleaire wapencapaciteit te bouwen, omdat je dan pas meetelt en als gelijkwaardig door de Verenigde Staten wordt gezien. En die verleiding is er en daar lijkt het op. Dat verhoogt de spanningen tussen Israël en Iran, zoals u terecht zegt. Of dat op een oorlog eindigt, kan ik moeilijk zeggen. Maar de spanningen lopen op, de situatie wordt gevaarlijker, dat ben ik met u eens. Ik wil zeggen dat de Europese crisis op dit moment, die maakt het zo dat zowel Nederland en Duitsland als andere landen toch erg bezig zijn met de crisis weer op te lossen, die in kern bezig zijn, dat ze wellicht minder oog hebben voor de problemen die nu